Welkom weer bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag speel ik weer Leeuwarden en vandaag ga ik eens op pad als Rijkswaterstaat. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Ik haal ook niet zoveel als Rijkswaterstaat op pad. Maar deze keer wel, want dit is al heel vaak aangevraagd. Dus ik dacht, waarom een keer niet? En we gaan in de Toyota, als ik het goed heb. Ja, de Toyota, de correcte naam weet ik wel niet, maar het is wel een mooi ding. Ook hier het gevaarsbordje en zo. Is wel, ja, ziet er wel mooi uit. Is ook wel leuk om te doen, dus hopelijk krijgen we een ongeval of iets waar we naartoe kunnen. Ook de stoplichten en zo is waar wij voor dienen. Dus hopelijk krijgen wij een leuke melding. En dan zou ik zeggen, laten we wachten op de eerste melding. Er is naar snelweg deze wegafsluiting over. Dus daar gaan we op af. Oh, ik zie daar wat, maar ik heb geen idee als het daar is. Volgens mij wel, dus een... ja, wow, wat doet deze eigenlijk? Ik heb geen idee. Maar dan gaan we hier even via de buitenbaan gaan. En dan gaan we hier even het verkeer wat regelen, zeg maar. We hebben nu lampjes aan. En dit wordt wel heel moeilijk om hier goede wegafzetting te maken. Moet ik uitkloppen, dan naar links. En dan de pion neerzetten. Oh, dus. Oh, wat is dit? Bro, weg die handen. Zo. Ik zet die wel. Zo, zo. Zo. En dan ja, is deze kerel hier weer omgelopen. Dan hier zo'n wegje maken, zeg maar. Zo. Ik heb geen idee als het breed genoeg is. Oh nee, mijn pion zit op. Dat is kut. Kijk, nu moest ik als motorhand hier langs. En nu moest ik als motorhand zien, dan kon ik met mijn fluitje terugkeren, joh. Maar ja, kijk wat er nu gebeurt. Zo, top. Natuurlijk, ik weet niet wat die agent allemaal doet, maar ik kan echt geen... Jongen, ik doe allemaal wat hier. Niks nog. Ja, zo. Al die keels worden omver geramd. Oh, maar dit is wel irritant hoor. En zo. En dan is ja. Zo kunnen ze wel veilig te werk gaan, denk ik. Ik doe wel over de brug. Oké, top. Zo. En de bestuurders van. Ja, wat de burgers al zegt dat er iets niet pluis is. Ik zorg ervoor dat de auto's. Oké. Er is een melding voor ons toegekomen. Waarschijnlijk hebben ze stoplichten die kapot zijn. Ja, daar kunnen we momenteel al niet naartoe. Daar kunnen we straks al naartoe gaan. Oké, de ambulance is volgens mij klaar voor vertrek. Dus dan kunnen we ook alles opruimen. Als iedereen hier veilig weg is. Deze mag hier weg hoor. Ik weet niet waarom dat deze hier staan. Zo, nog één auto. Er langs. Oh, mijn jongen. Die agenten zitten ook altijd in de auto's in de weg, hè. Zo, en dan kunnen die agenten ook gewoon weggaan en wij onze bord, of ja, ons bord weer inklappen. En dan kunnen wij ook weer door naar die stoplichten. En zo te zien, ze is nog steeds effect. Dus even, oh, onze collega's zat te plaatsen. Oh, die zit helemaal klem.
is niet best. Hier even kraaien. Boertje. Hup. Ja, nice. En even onze bruine lampjes aanzetten. En de schakelaar omschakelen. Zo, en wat koffie. Ik heb geen idee wat die zeggen, maar het zal wel. En wat doen we het? Oké. Ook. En dan is dit al ook alweer. Ah, oh, irritante mensen soms niet. Soms. En dan zit deze melding er ook alweer op. Dus dan kunnen wij gewoon terug naar de post. Zetten onze auto hier mooi neer voor de volgende melding. En dan gaan we even ja, een koffietje aan drinken of zo. Ik heb geen idee, want die agent wil dat zo graag. Oh ja, tuurlijk! Die camera's. Ik was al helemaal vergeten. Hier kunnen we gewoon heel de snelweg in de gaten houden. Of ja, toch een heel groot deel. Door middel van camera's. Die zijn wel sick hoor. Terwijl we niks te doen hebben. Oh, daar staat een ambulance stil. Is er daar al? Ja, ik weet het niet. Het is te ver om goed te zijn als er daar iets is. En dan zitten we weer hier. Dus dat is ook wel een toffe toevoeging aan, aan de Rijkswaterstaat. Dus dat maakt het zeker wel leuker. We kunnen ook een keer met onze verrekijker. Yo, je kan echt ver inzoomen. Zo sick. En we hebben nog een melding ondertussen. Meldingen. Rijkswaterstaatpolitie heeft lekker bond. Staat minder op de Westenhouwer. Parkeerplaats. Dus daar hou ik op af. Oh, die staat hier. Ja, we gaan ze naar buiten leiden. Zo. Ons bord uitklap met de pion naar links, zo dan de pion plaats zo ver genoeg naar buiten zodat de hulpverlener rustig zijn werk kan doen. Oh, die 6 heen of niet? Ja, weet je. Oh, het is irritant als die keel zo helemaal je scherm gaan. Zo is wel genoeg, denk ik. Dan kunnen we hier zo afbollen. Zodat ze nog de parking op kunnen. En dan gaan we nu lekker band. Toch? Ik dacht dat de lekker band was. Welk wiel? Oh. Meter daar, hè? Oh, oei, heftig. Maar welke band is het? Ja, dat vraag ik toch niet. Rechtsachter. Kijk, was dat nu zo moeilijk? Kijk waardoor de lekke band komt. Waardoor is het? Een stuk glas van een raam. Haalt gereedschap. Pakt. Um.
stunt auto. Ja, niet ik zeg maar iets, een apparaat. Ik weet niet precies wat dat noemt. Haalt wiel eraf. Ja, die auto kan wel zelf rijden. Dat is heel speciaal. Neer. Hier aan de zeekant. Heeft u een band B? Kijk in kofferbak. Normaal gezien heb je. Wie? Gelukkig heb ik nog. Volgens mij voor Rijkswater staat er altijd wat reservebanden liggen. Reserveband. Reserve. Niet reserver. Steek erop. Doet ondersteuning van de weg. Geen probleem. Wacht. Wacht. Pakt band. Heeft dit uw kapotte band. Zo, en ondertussen hebben we alweer een melding, zag ik. En daar houden we dan ook op af. Waarschijnlijk zijn het zo weer de stoplichten. Wat kan erop leiden? Kruispunt stoplicht in oranje. Tegenover oude politiebureau. Dus ja, dat is volgens mij gewoon weer daar. Ja, volgens mij wel. Wat ik ga even mijn mobiel hier weghalen. Die kan doorrijden. En dan kunnen wij er ook weer vandoor de stoplicht gaan vermaken. Bord. Oh, er zit iemand op de plaats waar dat bord is. Wat is dit nu weer? Is vrij irritant. Ja. Maar laat nu gaan. AUP. De. En dan gaan we nu naar de stoplichten die kapot zijn. En zo te zien is onze collega al bezig. Dus we kunnen door. Toch? We zijn nog niet gefixt. Dus we gaan nog even blijven. Misschien kunnen we weer die schakelaar overhalen. Nee, ik wil doen. Oh, hij is al bezig, jammer. Dan gaan we terug naar de post. Ik ga hier ook de video afsluiten. Hopelijk vonden jullie dit wat een leuke video. En zo ja, druk dan zeker op dat blauw duimpje omhoog. En vergeet dan zeker niet te abonneren. En dan zou ik zeggen, later.